Ja, die, die onderhandeling over de, de commissies, de, dat, dat doe je in je politieke groep. En uh, voordat, omdat de Partij voor de Dieren nog niet vertegenwoordigd was in het Europees Parlement, moet je natuurlijk eerst onderhandelen over bij welke groep je je gaat aansluiten. En uh, de lidmaatschappen van de commissies was voor mij een van de onderhandelingspunten. Uh, ik wilde namelijk niet in een commissie uh, terechtkomen waarvan ik niet mijn partijprogramma kwijt zou kunnen. Dus voor mij was het belangrijk om in, nou, ik zal gelijk maar met uh, de vierletterige termen gooien, uh, agri, envi uh, en PESH. Dus dat zijn de landbouwcommissie, de milieucommissie en de visserijcommissie. Uh, daar zou ik zeg maar al mijn uh, uh, alle dingen uh, uit het partijprogramma waar ik graag aan zou willen werken uh, uitvoeren. En er waren wel een aantal uh, groepen waar ik dat zou kunnen doen. Ook een aantal waarvan het al heel duidelijk was: van nee, dat gaat niet. Uh, je krijgt hier nooit de landbouwcommissie of nooit de Milieucommissie. Dan moet je meer ervaring hebben of langer bij de groep zitten. Uh, dus dat was de eerste stap. Ik uh, uh, heb gekozen voor de, de Leftgroep, uh, omdat dat niet alleen een groep is waarbij ik al die drie commissies uh, zou kunnen uh, uh, krijgen. Maar ook omdat ze daar geen fractiediscipline kennen. Dus ook qua stemmen, ik volledig vrij zou zijn om te stemmen wat ik wil. En dat was voor mij toch ook wel heel belangrijk.